Wille. Ja! Dit had op je auto geen nou, vliegtuig. Lef, ga jij een ster maken? Oh, kijk, vliegtuigauto. Vliegtuigauto. Vliegtuigauto? Ja. Wow, wat is dat? Vliegtuigauto. Kan de deur maken? Hij wil de deur maken, zegt hij. Ja, hier de deur. Kijk. Goed zo. Hele mooie deur. Ja. Take me back where I belong. I want it all. I had a feeling, but the feeling is all gone. Wait, hold on. Put me together. Take me back where I belong. I want it all. I had a feeling, but the feeling is all gone. Het is vandaag woensdag 19 juni en wat leuk dat je weer meekijkt naar deze nieuwe vakantievlog vanuit Italië. We zitten dus bij het Gardameer. In de vorige vlog heb je onze reis kunnen zien en de aankomst. Dus ook op welke glamping we zitten, want we zitten niet op een camping, maar op een glamping. En onze accommodatie. We verblijven hier tot morgen. Morgenochtend rijden wij door richting Toscane en dan hebben we daar een ander verblijf voor ongeveer 8 dagen. Dus dat is echt heel erg leuk. Het is hier echt top. Het is super lekker weer. Het is super fijn voor kinderen en ook best wel rustig, maar echt gewoon helemaal geweldig. Ik zit nu met Tigo eventjes op een terrasje hier op de glamping. Mijn vader is nu bij Lef, want Lef die ligt in bed. We hopen dat hij even gaat slapen, want hij heeft dan een week lang niet in de middag geslapen. In de auto slaapt hij dus niet, helaas. Dus hij is heel erg moe. Hij heeft namelijk de hele ochtend gezwommen met mijn vader en ook een beetje met mij en met Tigo. En we zijn vanochtend eventjes naar beneden gelopen en daar was dus het Gardameer. Maar we dachten daar dus even lekker te gaan liggen. Alleen het was een en al kiezelstenen, dus geen zand. Dus dat was wat minder. Ik vond Lef niet zo leuk. Dus we hebben lekker wat koffie gedronken. Toen zijn we dus teruggegaan naar de glamping en hebben dus echt uren gespendeerd bij het zwembad. Finn slaapt super goed hier, dus dat is echt top. Lekker door de warmte, denk ik. Tigo en ik gaan even samen wat lunchen hier. En mijn vader die heeft al wat gegeten en die zit dus daar een soort babysitten. Ja, Lef ligt gewoon in bed, maar dan heeft mijn vader ook even rust. Want Lef vraagt de hele dag door aandacht van mijn vader, want hij is helemaal gek op mijn vader. Dus de hele dag is het opa, 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 opa. Maar het is echt, ja, ik vind het zo lekker hier. Echt heerlijk. Tigo en ik hebben even een rozeetje. En daar ligt Finn dus. Die krijgt dus een schone luier. En we zitten hier dus aan het zwembad. Het is dus echt super klein deze glamping. Maar dat is zo fijn met jonge kinderen. Je ziet hier eigenlijk ook alleen maar jonge kinderen. En dit is dus het zwembad. Die is volgens mij ook onlangs helemaal gerenoveerd. Kijk even hoe leuk met die glijbanen. Finn is wel relaxed, hè? Hij is helemaal ontspannen. Hij is zo, je hoort hem echt niet. Hij geeft geen kick. We doen het ook goed met die slaapjes. Ja, we houden echt wakkertijden aan. Want bij Lef hadden we dat dus in het begin niet gedaan. Omdat we daar niet van af wisten. Wakkertijd is eigenlijk een soort richtlijn voor de leeftijd van een baby. Hoe lang die ongeveer wakker kan zijn. En wanneer die weer moe wordt. Want sommige kindjes geven gewoon niet zo goed aan of ze moe zijn. Nou, Finn doet dat op zich best goed. Maar Lef deed dat dus niet. Waardoor hij dan soms van 's ochtends tot 's avonds gewoon wakker was. En dan einde van de dag helemaal oververmoeid was. Dat was letterlijk al op zijn leeftijd. Nou, bij Finn doen we eigenlijk ongeveer 1,5 uur. Soms wat minder aanhouden. Vaak wel iets minder hoor. Dan is hij al wel moe. En dan leggen we hem eigenlijk gewoon weer rustig in zijn bedje. Op zijn buikje. Want hij slaapt alleen op zijn buik. En dan gaat het eigenlijk heel goed. Gaat echt perfect. Ja, hij is nu natuurlijk ook over naar andere voeding. Want eerst ging het dus helemaal niet perfect. Want ja, hij wilde alleen maar bij ons liggen en had gewoon heel de tijd last van alles. Maar we zijn naar de osteopaat gegaan en het is gewoon een ander kind. Hij heeft andere voeding. Hij had veel spanning op zijn rechterkant van zijn lichaam, maar het is echt een ander kind, hè, oprecht. Klopt. Nu leg je hem weg en dan is hij een heel klein beetje onrustig, maar echt binnen 5 minuten, 10 minuten valt hij in slaap. Dus dat is echt top. Ik was eerst sceptisch over die osteopaat, maar ja, Tigo was heel sceptisch, maar ik had er op zich wel vertrouwen in. Hij krijgt nu dus geitenmelk en dat valt veel minder zwaar op zijn lichaam op de een of andere manier. En als hij dus wakker is, dan laten we hem eerst gewoon een tijdje bij ons rechtop. En op een gegeven moment leggen we hem gewoon terug
En nu hebben we dan een speen wat we over die kinderwagen heen hangen. En dat vindt hij dan helemaal leuk. Maar we moeten zo'n wagenspanner kopen. Want we merken dat hij nu echt geïnteresseerd raakt in dingetjes. En hij kan vastpakken. Ja, hij wil dingen met zijn handen vastpakken. En hij, ja, hij is gewoon steeds langer wakker. Dus dan wil hij ook een beetje vermaakt worden. Thuis hebben we natuurlijk een speelkleedje, maar die hebben we hier niet. Maar goed, hij doet het echt heel erg goed. En hij heeft zo'n leuk pakje aan. Kijk nou, helemaal lekker. Dat is echt perfect. Dus ik zou zeggen, doe lekker een duimpje omhoog en kijk gezellig deze dagen mee. Onze focaccia's zijn er. Ik heb caprese. Kijk dan wat een ham. Hoe lekker. Tigo heeft tuna. Wat kan jij goed zwemmen, Lef? Wij hebben vanmiddag echt heerlijk gezwommen en vanochtend eigenlijk ook. Lef is vanmiddag lekker gaan slapen. Echt super goed dat hij gewoon lekker heeft geslapen, maar ik had het ook wel verwacht, hij was heel moe. Finn slaat ook echt tot de hele dag super goed na zijn flesjes en zo, dus dat is helemaal fijn. En we hebben dus vandaag voor het eerst met Finn gezwommen. Ja, dat was dus tijdens dat Lef aan het slapen was. En toen we rond 4:30 Lef uit bed haalden, gingen we nog een keertje met Finn te zwemmen. En toen echt met z'n allen. Het was heel erg leuk. Lef vond het ook helemaal leuk om met Finn te zwemmen. Het heeft net een klein beetje geregend hier, maar het waren echt maar een paar druppeltjes. Lef zit nu even een filmpje te kijken. Het is inmiddels 7:15. Normaal zou hij nu al naar bed gaan als hij niet had geslapen 's middags. Maar omdat we hem om 4:30 pas hebben wakker gemaakt, kan hij gewoon lekker lang mee in de avond. Dus dat scheelt. Het is toch vakantie. Mijn vader is aan het barbecuen. Gelukkig is het gestopt met regenen. Het ging precies regenen toen de barbecue aan wordt gezet. Dus hij heeft hier een parasol neergezet. Want er kwam wel wat regen op de barbecue, hè? Ja, nou, het geluk heb ik gestopt. Het is niet doorgeregenen. Maar... Ja. Werkt het een beetje, dat ding? Ja, dit wel. Gewoon eigenlijk een soort geelplaten, hè? Ja. Want met de aluminiumfolie ging het niet. Nee. Alles plakte. Ik ben ook werk gehad. Ja. En kijk, en nou gaat het ook veel sneller. Lef zit super keurig hier. Finn ligt dus alweer te slapen. We hebben een lekker wijntje. Nou, de kippen zijn al klaar. We hebben tomaatjes en komkommertje. En hier ligt Finnetje weer te slapen. Die was helemaal moe na het floten, noem ik het maar. Had zo'n band om zijn nek. En dat hebben ze natuurlijk ook bij de babyspa. Maar hij was daar heel moe van geworden. Dus toen heeft hij een flesje op en toen is hij net gaan slapen. Ja, de hele dag al goed geslapen. Vanochtend, vanmiddag en einde dag allemaal... Lekker geslapen, dus helemaal blij. Hallo. Tigo is nu bezig met water, Marloe. Lekker straks. Ja, dat is wel lekker. Ja. Zit jij lekker te eten, meneer? Ja. Wil je ook olijfjes? Hij wil dit ook, denk ik. Wil je dit ook proeven? Nou, vorige keer vond hij lekker. Nee? Niet dit? Ik heb tussendoor nog iets superleuks wat ik jullie even wil laten zien. Ik heb namelijk voordat we op vakantie gingen een fotoboek laten maken bij Journey. En die is net vlak voor de vakantie binnengekomen. Dus ik heb hem meegenomen op reis. Om hem ook aan mijn vader te kunnen laten zien en ook aan jullie. Want ik ben er echt
super blij mee. Het is namelijk een fotoboek helemaal in thema van Finn. Dus de zwangerschap van Finn, de bevalling en de eerste maand. En wij kiezen voor hun omdat het gewoon super snel is. Ik heb namelijk echt geen tijd om urenlang aan een fotoboek te zitten. Maar ik wil wel heel graag een fotoboek voor mijn kinderen maken. En ook gewoon voor onszelf, voor vakanties en dat soort dingen. Van deze vakantie ga ik misschien ook wel weer een fotoboek maken. Want het is echt letterlijk in 5 minuten gefixt. Jornie die heeft een app voor de App Store, voor de Play Store. Maar ze hebben ook gewoon een website waar je het fotoboek zou kunnen maken. Op het moment dat je dus een fotoboek gaat maken, klik je gewoon foto's aan vanuit je galerij die je graag in je fotoboek wilt hebben. En Jornie zet het dan al helemaal in automatische volgorde. En ze zetten er ook dus automatisch de datums bij. Dat vind ik zelf wel heel erg leuk. En ook de landen waar je bent geweest kun je ook bekijken in het boek. En dat hoef je dus zelf allemaal niet in te stellen. Dat doet hij dus zelf. Je hebt natuurlijk ook de mogelijkheid om de achtergrondkleuren aan te passen, om tekst toe te voegen. Je hebt ook heel veel verschillende thema's en je kunt natuurlijk ook gewoon de afbeeldingen slepen naar een andere pagina bijvoorbeeld. De kwaliteit van de boeken zijn prachtig. Je hebt heel verschillende soorten formaten. Ik heb nu gekozen voor een liggend boek, maar je hebt ook een staand boek. Je hebt heel verschillende grootte. Iedereen die bij ons langskomt kijkt altijd in de boeken, omdat we ze op elkaar hebben gelegd in de kast. Dus dan kan je er altijd eentje bij pakken. Lef vindt het ook super leuk om naar de fotoboeken te kijken. En ze zijn gewoon heel erg mooi. Dus het is echt een aanrader. Ik heb sowieso een leuke code. Julia20. Daarmee krijg je dus 20% korting. Maak daar zeker gebruik van. Ik zal de app eventjes linken hier in de beschrijving en de kortingscode. Maar dan is nu tijd om het boek een beetje aan jullie te laten zien. Ik ben er echt heel erg blij mee. Mijn vader vond hem dus ook echt super mooi. Hier staat dus Finn verder. Kijk, al deze icoontjes geven dus aan waar de foto's zijn gemaakt. Nou, dat vind ik gewoon heel uniek. Er staat ook 107 momenten, 300 dagen naar. Je kan natuurlijk net zoveel foto's toevoegen als dat je zelf wilt. Er zitten hier best wel veel foto's in. Dit is hoe het boek begint. Nou, hier was ik dus zwanger, maar niemand wist het dus nog. Dit was dus op 30 juli 2023 in Spanje. Daar ben ik dus zwanger geraakt van Finn. En toen op 6 augustus heb ik de allereerste zwangerschapstest gedaan, zoals je kunt zien. Dus daar begint dit fotoboek mee. Het is dus echt de reis van de zwangerschap tot de bevalling, tot de eerste maand. Hier zit ik samen met Lef met de test. En dit was de allereerste buikfoto op 9 augustus. We hebben uiteindelijk een fotoshoot gedaan op 12 augustus. En dit was helemaal geen zwangerschapsshoot. Maar toen kwamen we er dus een paar dagen daarvoor achter dat ik zwanger was. En toen hadden we dus als idee om toch vast een fotootje te maken met de test. We hadden nog helemaal geen echo gehad. Dus we wisten natuurlijk ook helemaal niet of het goed zat. Maar dit was gewoon een gezinsshoot. En uiteindelijk is de zwangerschap natuurlijk goed verlopen. Dus dat is top. Hier hadden we een echo. En hier was de echte zwangerschapsshoot. Dus die foto's heb ik ook allemaal in het boek gezet. Dit is natuurlijk de gender reveal. Ja, er staat echt super veel in. Kijk, ik heb heel veel pagina's. Ook van mijn baby shower natuurlijk. Maar ook hebben wij natuurlijk zwangerschapsshoots gedaan. En die heb ik dus ook allemaal toegevoegd in dit boek. Echt prachtig is de kwaliteit eruit gekomen. Maar ik heb natuurlijk ook foto's toegevoegd van de bevalling zelf. En wat ik al zei, de eerste week, de eerste maand. Kijk bijvoorbeeld hier dat hij voor het eerst in het badje ging. Ik kan natuurlijk niet alle pagina's aan jullie laten zien, maar ik ben er echt heel erg blij mee. En dit was dus een newborn shoot. Die heb ik er natuurlijk ook in toegevoegd. Dus dit is weer een prachtig boek geworden. Vol met mooie herinneringen dankzij Jornie. Ik ben er echt zo blij mee. We hebben dus echt al volgens mij 4 of 5 boeken bij hun laten maken. Ja, is gewoon top. Dus mocht je ook op het punt staan om een fotoboek te maken, maar je weet niet zo goed waar, zou ik echt voor Jornie gaan. Het is gewoon echt aan te raden. Ik zou het ook niet zomaar zeggen, maar ik vind het gewoon ideaal dat het zo gemakkelijk is, zo snel klaar is en dat de kwaliteit ook zo goed is. Dus ik zet een linkje voor jullie in de beschrijving en de kortingscode. Wij hebben lekker gebarbecued en we zijn nu eventjes naar het Gardermeer gelopen en we hebben even lekker een ijsje. We hadden eigenlijk een vers schep ijsje, maar dat konden we niet vinden. Lef die zit van iedereen mee te happen. Hè? Maar kijk even wat een mooi uitzicht we hebben, het is toch prachtig. Het is vandaag, ik zit even na te denken, donderdag. Vandaag is het weer tijd om door te rijden naar de volgende glamping. Namelijk glamping Valicella. En dat is dus Toscane. Echt super leuk. We hebben hier dus
twee nachtjes geslapen. En nu gaan we door. En daar blijven we wat langer. Dus ik heb heel veel zin in. We hebben de hele ochtend even alles aan inpakken. We zijn nog steeds niet klaar. Maar daar kunnen we lekker alles een plekje geven. Want nu leeft het echt uit de koffers. Omdat het toch maar voor twee nachten was. Mijn haar ziet er echt viezig uit. Maar ik heb natuurlijk gezwommen in het chloor. Zo, we zijn alle spullen aan het inladen. Vindy is echt super moe. Dus we moeten echt zo gaan. Hey, kijk, hij vindt dit dus helemaal leuk. Dan hangen we dat knuffeldoekje van zijn speen zo eroverheen. En dan gaat hij helemaal lachen. En dan pakt hij dat de hele tijd. Dat schatje. Mijn vaders auto staat ook voor de deur. En volgens mij zit Lef op het stuur. Of aan het stuur. Ben je aan het autorijden? Mag dat? Hij vindt dat helemaal leuk. Oh god, zit je nou hier? Mag dat niet? Ja, maar hij trapt. Kijk, hij loopt zo op mijn stoel hier zo. Kan hij niet op bepaalde knoppen drukken dat die auto ineens aangaat? Nee, dat kan niet. Maar moet hij de koppeling intrappen? Oh, daar kan hij niet bij. Nee, daar kan hij niet bij. Doet hij dat dadelijk ineens? Oh, hij moet de wagen licht aangezet. Ja. Weet dat nou al? Ja. Weet je hoe vaak hij zegt, papa weg, ik hier zitten. Zo zegt hij dan, hè? Ja. Deur dicht, zegt hij. Hij zegt, ik ga. Deze jongen kan denk ik aan de sluit, want als hij de deur op slot doet per ongeluk. Dan hebben we een probleem hier. Wij hebben onze eerste tussenstop. Het is nu 12 uur. En het was ook wel echt tijd voor de eerste tussenstop. Want Finn was op een gegeven moment echt alles op alles aan het zetten. Betreft huilen. Omdat hij zoveel trek had. Hij had echt heel kort geslapen. En toen werd hij al wakker. En op een gegeven moment na een half uur begon hij te huilen. Dus wij natuurlijk een tankstation zoeken. Was de eerstvolgende was om een half uur afstand. Dus hij heeft bijna een half uur gehuild. Dat was zo zielig. Hij was helemaal bezweet van het huilen. Dan raak je als moeder ook een soort in paniek. Maar je kan helemaal niet. Dus dat is echt een ding. Maar we hebben even een broodje gekocht. Sigo is nu met Lef ook nog even iets halen. Het is zo warm hier binnen. En Lef was helemaal verdrietig, want hij wilde heel graag spelen. Want van heel de tijd in de auto zit, word je ook niet vrolijk. Maar er is hier geen speeltuintje of speelhoekje. En dat vind ik wel echt jammer. Dat zouden ze eigenlijk bij al die wegrestaurants moeten hebben of wegtankstations. Want kinderen moeten op een gegeven moment ook gewoon hun energie kwijt. En Lef was gewoon heel verdrietig dat hij hier niet kan spelen. Dus ja, maar Finn is heel moe, dus we gaan zo weer rijden. Ander broodje eten we misschien in de auto op. Want Finn moet zo echt weer gaan slapen. Die heeft echt slaperige oogjes. Die cappuccino's hier zijn trouwens zo lekker. Ik proef echt dat het ander soort koffie is of zo. Het is zo lekker sterk en het heeft zoveel smaak. Het valt me echt op. In Zwitserland was de koffie heel slap. En hier is echt mega lekker. We hebben ook echt lekkere broodjes. We hadden net één met mortadella. Die hebben we gedeeld, maar die is al op. En hier hebben we er nog één met parmaham, denk ik, en mozzarella. Nou echt, dat zijn echt de dingen waar ik heel erg van hou. Parmaham, mozzarella. En dat hebben ze hier natuurlijk allemaal. Dus echt super lekker. En lekkere koffie hou ik ook van. Dus helemaal lekker. Oké, ik zei net dat Lef niks heeft om mee te spelen. En nu heeft hij gewoon eens een motorvorm gekocht. Nou, kind is weer blij, hè? Ja. Want hij was zo verdrietig dat hij niet kon spelen. Ze moeten echt bij al die tankstations gewoon een speelruimte hebben. Want dat is gewoon zielig eigenlijk, toch? Ze hebben toch wel ergens een klein hoekje over. Die koffie is echt niet normaal lekker hier, hè? En ook helemaal niet duur. Twee zoveel. Ja, echt heerlijk. Kijk, hem is blij zijn. Oh, hij heeft nog geluid ook. Hier zit knoop, hè? Oeh. De politie. Politie. Wij hebben weer een tussenstop, want Finn die had geen zin om lang te slapen, dus die kreeg alweer trek. Dus we hebben hem een flesje gegeven en we zitten nu ineens op het strand. Waar zijn we? Ja, hoe heet deze plek? Dat weet ik dus ook niet. Felicella. Is Felicella maar iets met Feli? Ik heb eigenlijk geen idee. Het is hier super rustig. Kijk, Finn. Mooi strand. Ja, Finn heeft een zonnebril op van Lef. En ik heb lekker een koffie. Oh, opa ziet de zee. Zal opa er zo aankomen? Ja? Komt opa straks? Ja. Ja? Mijn vader die probeert het ook te vinden, maar... Ja, je krijgt zo'n ijsje. Je hoort het, Lef wil ijs. We hadden eventjes zijn zandspulletjes meegenomen. Hij ging net lekker spelen op het zand, hè? Majesteit. Ja, ja. Nog 20 minuutjes en dan komen we aan in Scarlino. Ligt heel Italiaans. Heb je er ook zin in, Tuffert? Lef is er een beetje klaar mee. Lef loopt alleen met de tuff in de auto. Dit is ook live voor het kind. Ik dacht, ik laat even een beetje realiteit zien hier. Opa! We zijn er! Oh jee, er komt een auto ook schrikken wild. Is het opa? Is het opa met de blauwe auto? Oh, is opa Gerard? Opa Gerard! Dat klopt. Ja, daar zijn we weer. Hallo!
Oké. Okay. Maatje op door het park heen en zo. Toppie, noemen we dat. En met de auto gaat hij met zijn kaartje voor ons rijden. Wij zijn aangekomen. Ze zijn even aan het inchecken. Ik sta hier even bij Finn. Die heb ik gelijk in de kinderwagenbak gelegd. Want die sliep niet in de auto. Dus we gaan zo naar de accommodatie. Ik ben echt benieuwd. We zitten hier echt in de bergen, lijkt wel. Het huisje staat blijkbaar dus ook op een soort berg. Dus we moeten omhoog. Ja, Lef, we gaan misschien straks, we moeten eerst even bij het huisje kijken. Ga maar omhoog. Maar kijken. Ik ben nu al moe. Zijn we zo hoog? Pas op dat je niet valt, hè? Even hier blijven lopen. Tigo die is nu even met Finn een rondje aan het lopen, want die slaapt nu in de kinderwagen. En hier komen we niet zo snel op met de kinderwagen natuurlijk. We zijn er, nummer 3. Kijk, op het bergje. Dus we gaan gelijk even een tour doen, nu het nog opgeruimd is. Het is wel groot. Lef wil heel graag zwemmen. Loopt helemaal zo door. Ik ben er zelf ook nog niet geweest, dus dit is de first impression. Je zit hier wel lekker in het groen. Hier komen we binnen. Het lijkt heel erg op de vorige. Je hebt hier een keuken, een koelkast, tafel. En dit is kamer 1. Met 2 bedden. Dan hebben we hier de kinderkamer weer. Oh, dat is een slaapkamer. Slaapkamer van Lef. Oh. Badkamer nummer 1. En dan, het lijkt heel erg op die andere, pap. Ja, alleen dit is iets ruimer hier. Dit is net wat ruimer, ja. Hier hebben we kamer 2. En deze badkamer is inderdaad ook nog ruimer. Wij zijn in het restaurant beland. Het is echt nog super lekker weer. En we gaan even lekker eten. We gaan dit met elkaar delen. Allemaal van die lekkere delicatessen uit Italië. Carpaccio hebben we. En ook nog dit. Geen idee wat het precies is. Maar het ziet er lekker uit. En we zitten hier echt super mooi in de tuin. Ja, ja, ja. Ja, jij mag ook. Zit lekker, Lef. Hier zaten wij lekker te eten, maar we zijn nu aan het wachten op ons hoofdgerecht. Dus we gaan in de tussentijd even spelen, want er is hier een heel erg leuk speeltuintje voor Lef. En Tigo wel dan zoals het hoofdgerecht er is. Het loopt hier helemaal bergafwaarts. Wat zeg je? Ja, daar zie ik het. Is daar het zwembad? Nee, dat is het zwembad wat naar beneden komt. Glijbaan. Oh. Boven. En hier komt beneden uit als je op de glijbaan. Is dat zo groot? Oh. En daar de verte zie ik dus nog een speeltuin. Volgens mij is het oprecht best wel groot hier. Maar goed, we gaan eerst eens even kijken bij Lef die in de speeltuin gaat. Maar dit is best wel groot dan hier. Want waar is het zwembad? Want mijn vader heeft dus al met Lef gezongen toen wij de spullen opgingen. Hier naar boven. Ja. En dan naar links. Oké, okay, nou dan gaan we straks maar even kijken dan. Dus vlakbij. Ook een beetje moeilijk. Hoor je wat hij zegt? Een beetje moeilijk over die glijbaan. Ja, nog een keer? Glijden. Ja, zo hard glijden. Ga je nog een keer glijden? Ga je nu van de oranje glijbaan? Nee. Mama gaat. Oké, okay, ik zie een salamander. Oranje. Eerst deze, eerst oranje, dan straks weer blauw. Oh, wat moeilijk. Vind je die moeilijk? 1, 2, 3. Oeh, goed zo. Nu blauw. Wij zijn even naar de speeltuin gegaan en het eten is er inmiddels. Jeetje, Tigo. Je hebt gelijk 400 gram. Kijk hoe lekker. Hé, hey, maar papa, onze bord is omgewisseld. Hier. Ja, je krijgt ook. Nou, wij gaan dus lekker eten. Was leuker in de speeltuin. Wil je straks nog een keer glijden? Goedemorgen, het is vandaag vrijdag en wij zijn wakker geworden in... Hoe heet het plaatje? Scorpino. Scapino. Scapino. Nee, Scalino. Oh ja, Scalino. In de buurt van Toscane. Of het is Toscane, geen idee. Ja, in Toscane. Maar inderdaad, op de glamping Vallicella. Het is volgens mij bijna 9:30. Wij hebben lekker geslapen met z'n allen. En wij staan op het punt om even wat te gaan eten. Ik ben ook wel heel erg benieuwd naar het park. Want volgens mij is het echt wel groot. Dus misschien dat we na het eten even een rondje kunnen lopen of zo. Om te kijken waar wat allemaal is. Paps. Ja. Ja. Hier hebben we Finn.
Jij bent alweer een beetje moe, denk ik, hè? Ja. Wat doet die gek? Ja. Wat ben je aan het doen? De plattegrond, het lezen? Of is dit van het nieuwe resort? Ja, de nieuwe resort. Dit is toch hier? Deze? Dit, ja. Kijk, zo groot is het dus. Oh, hier zitten wij. Ja. Kijk, even denken hoor. En waar gaan we zo heen? Naar... Hier. Oh, daar. Dan heb je de koffieshop en zo. Oh ja. Ja, we gaan daar naar zwemmen. Lef, die zeurt alweer dat hij wil zwemmen. Die vindt dat zo leuk, hè? Maar het is echt een groot park. Oh, kijk. Is dit die wildwaterbaan? Ja, ja, dat is die wildwaterbaan, ja. Ja, dan kom je dus hier uit. Maar ja, dat is ook weer bij een zwembad. Ja. Kijk, zie je dat? Ja, ja, ja. Dus kan je daar ook weer zwemmen? Ik kom dan uit in dat andere zwembad, maar ik weet niet of dat... Moeten we nog even kijken hoe dat eruit ziet. Ja, nou superleuk. Ik ben wel lekker geprikt door muggen hier. Hé, ik word allemaal gestoken. Nu al? Ja, nu al. Gisteravond. Wij gaan even lekker ontbijten. We hebben allemaal koffie. Laat even een croissant op te pakken. Melk, croissantjes, smoothie. Hi, Finnetje. Ja, jij wil ook, hè? En dan moet je nog even wachten. Life is a winding road. No telling where it goes. Driving through days and nights. Won't stop for traffic lights. Gegaan. Boven was geen plek, dus we zitten nu bij het andere zwembad, want je hebt hier meerdere. En je hebt hier dus echt een super gave waterglijbaan die dus helemaal vanaf bovenaf naar beneden gaat. Dus dat is echt super leuk. Dat is dus de glijbaan en die komt dus vanaf bovenaf, helemaal daarboven. Dus dat is super leuk. En dan eindigt dan bij dit zwembad. Je hebt daar ook watervallen en van die spotty dingen die dan omvallen. Het zonnetje komt een beetje door, want de hele ochtend was het eigenlijk bewolkt. Lef heeft al lekker gezwommen boven met opa. Inmiddels is het alweer avond. Ik ben eigenlijk de hele dag bezig geweest met mijn vlog nadat we naar het zwembad teruggingen naar het huisje. We hebben Lef op bed gelegd. Die heeft niet geslapen. Nee, dat lukt niet, Lef. Hij zit op slot. En toen heeft hij lekker een paar uur nog met mijn vader gezwommen. En heb ik dus geëdit. Mijn vlog zit inmiddels gelukkig online. Ja, je hebt lekker gezwommen, hè? En Tiro en ik zijn ook nog even naar de supermarkt net gegaan om wat boodschapjes te halen. En we gaan nu zo even lekker ergens wat eten. Lef heeft lekker gedoucht. Hij ziet er weer mooi uit. Met zijn leuke pakkie en zijn lover. Dan ben je knap. Lef, kijk eens naar mama. Wauw, wat ben je knap. Wil je jezelf zien? Kijk. Kijk eens hoe knap je bent. Vind jij jezelf ook knap? Mooi, hè? Dat is Lef, hè? Ja. Ja. En waar is Finn? Laat hem eens zien. Finn is een beetje onrustig, hè? Hij wil een flesje. Ah. Kijk hoe lief. Hij vindt het wel leuk dat je hem aait. Doe jij zijn speentje in. Finn wordt ongeduldig. Hij wil een fles. Goed zo, Lef. Dat kan je dat toch goed? Hij was aan het huilen. Ja, hij was aan het huilen, hè? Ja. Wij gaan lekker eten. Papa heeft een pizza met mortadella, burrata en iets met pistachecreme. Ik heb een pasta met zeevruchten. Dit is voor Lef, maar ik krijg natuurlijk niet de hele pizza. En dit is voor Tigo. Eet smakelijk. Wat zou je zeggen? Ik ruik jouw vis. En dan was dit alweer de tweede vakantievlog. Ik hoop natuurlijk dat jullie deze vlog weer leuk vonden om naar te kijken. Er komen er natuurlijk nog een aantal aan. Ik ruik mugspul. Ruik je het? Iemand wordt geprikt ook. Ik word dus heel lekker gestoken en ik ruik ineens dat spul wat je dan zeg maar opspreekt tegen de muggen. Ruik je dat? Tigo, ruik. Ik ruik dat. Kijk, deze muggenbult. 1, 2, 3 en echt dan heb je mijn voeten en mijn benen nog niet gezien of mijn onderbenen. Maar ik wil je weer bedanken voor het kijken naar deze vlog. Doe een duimpje omhoog als je het leuk vond en tot de volgende keer. Doei!